Oh, ja, doe maar openmaken. Goed zo. Oh, ja, niet te schil. Oh, sorry. Bijzonder moment vandaag. En nou, daarvoor ga ik heel eventjes naar Haley. Haley is geboren. Dat was in 2009 geboren. Laat het zien. Oké, ik laat het zien. Nou, hier komt ie. Gaat ze dan? Echt, nee. Schenaaltjes. Zit op. Bon appétit. Het duurt nog langer dan het hele spektakel, zeg maar, in de rand. Ja, kijk, hartstikke idee. Daar komt ze aan. Daar komt ze aan. Yes. Zijn de vier vloggetiers en co. familievloggers. Onze vier kinderen, Megan, JC, Jesslyn en Haley, beleven we de leukste avonturen. Heel bijzonder moment vandaag. En daarvoor ga ik heel eventjes naar Haley. Haley, waarom is dit zo'n speciaal momentje vandaag? Wat gaan we doen? We gaan appelcakejes maken. We gaan appelcakejes maken, maar hoe komen wij aan die appeltjes? Ja, bij mijn boom. Bij jouw boom? En die is wel gegroeid. Die is gegroeid. Nou, ik zal het even uitleggen. Toen Haley is geboren, en dat was in 2019, ben jij geboren. Toen heeft zij van kennissen van ons een appelboom gekregen. Nou, dat was eigenlijk een heel dun takje. En dat was heel speciaal. En er zit ook een bepaalde gedachte achter. Staat ook voor groei. En dat vonden we sowieso heel speciaal. Ja, we kijken in het zonnetje. Dus het is... Ja, oh, ik moet hem al laten zien. Nou, in ieder geval heel speciaal. Wij wonen hier pas 1,5 jaar, of ja, ietsjes langer. Deze boom hebben we in het oude huis geplant in de tuin. Dus het was heel spannend toen we die meenamen of die zou gaan groeien. Of dat in ieder geval zou blijven leven. Hé, Haley? Nou, we hebben die geplant. Dat was eerst aan die kant van de tuin. Daar hebben we normaal gezien een terras daar. Hadden we eerst boompje. Nou, hebben we dat verplaatst naar waar die nu staat. Bleef die heel goed en sinds vorig jaar hebben we er echte appeltjes aan zitten. Alleen, daar konden we nog niet zo heel veel mee. Ja, Haley, we waren ook een beetje te laat. Laat het zien. Oké, ik laat het zien. Nou, hier komt hij. Dit is al het vierde jaar. Kijk eens eventjes. Vorig jaar hadden we 2 appeltjes, nu 4. Eentje ligt op de grond. Die hadden ze met z'n tweeën net eigenlijk al gepakt een beetje. Een andere die was er afgevallen toen hij nog niet helemaal goed gegroeid was. Hier was die ergens. Ja, die was toen gevallen, maar die heeft denk ik een vogeltje opgegeten. Maar was niet goed, want die was nog te klein. Hè? En die is per ongeluk afgevallen. Ja, daar kunnen we niks mee. Dus we hadden er 4, vorig jaar 2. Dus we gaan er gewoon vanuit dat we volgend jaar 8 hebben, hopen we. Nou, ik zou zeggen, dit speciale moment... Wacht. Ik maak een foto, ik film het. Wacht even. Ik doe gewoon dit. Ben je er klaar voor? Ja. Daar komt hij, hè. 1, 2. Ja, wauw, goed zo. Ik heb de eerste keer een appel geplukt. Wauw, jouw eigen appel van jouw eigen appelboom, hè, schat. Van jouw eigen appelboom. Dat is wel een hele grote, hè?
Zo hé. Dit is eigenlijk ook heel groot. Ja, die is ook groot, hè? Nou. Ik wil appelcakes maken. Ik ga appelcakes maken. Oké. Okay. Ja, ik. Ik had het al een beetje klaargelegd. We zitten lekker buiten. Ze wou kiepjes. Eerst wou ze een appeltaart, maar het werden toch appelcakejes. Ja. Ik ga het ook beter maken. Ja, eerst wassen, want het is natuurlijk wel uit eigen tuin. Ik voel het. Ja, een beetje zand en stof. En misschien heeft er wel een vogeltje of een muisje opgeplast. Ja. Zo. Ja, dan weer even afdrogen. Waar is de afdroger? Ja, waar is de afdroger? Hallo, waar hangen de handdoekjes? Oh, het hoekje. Goed zo. Ja. Nou zeg. Nou, en dan gaan we naar de tuin. Oh, ja. Ja, kom maar. Oh, naar de tuin. En heb ik vast wat dingetjes klaargelegd. En dan kan ze zelf gaan snijden. En de cupcake dingetjes. Maar... deze. Want we hadden die nog van Paw Patrol. Ja. Ja, is dat leuk? Oké. Nou, dan gaan we dat doen. Dan heb ik alles al klaargelegd. Ook de mixer. We doen het even zo. Ja, yes, natuurlijk ga ik helpen om te snijden. Ik heb dat toch nooit gedaan? Nee, daarom. Papieren kan je leren. Papieren kan je leren. Nou, ga maar zitten. Daar is die. De truc is, en dat weten zij niet, dat doe ik ook voor jullie appeltjes die naar school gaan. Oh. Nee, ik wil doen. Ja, ik moet zeggen jullie, dat is best wel even duwen, hè? Ja, oh, dat is fijn dat je verhelpt. Ja, en dan zo, en dan kijk eens. Weet je nog hoe je dit noemt? Een? Appelcake. Een klokhuis. Een klokhuis? Ja, was je even vergeten. Kijk, nu kun je zo erin kijken. Hallo, kiekeboe. Zo. Mag ik eens snijden? Ja. Eén momentje. We weten echt nog helemaal niet of deze appel wel lekker is. Wat denk jij? Zou die eerst lekker zijn? Eerst even. Ja, ik weet niet. We gaan even. Ik pak de kleinste. Nou. Lekker. Zoet-zuur appeltje. Lekker, papa. Wil je ook proberen? Lekker, hè? Ik probeer dat te Echt hilly appeltje. Een echt hilly appeltje. Nou. Heel voorzichtig, ja? Weet je wat? Draai je maar eens even om. Dus leg je hem zo neer. En dan snij je hem. Ja, kan je beter zo. Eerst doe ik in de midden. Eerst het puntje naar beneden en dan de rest zo. Dadelijk, ja. Nee, dat is goed, dus een stappenplan. Kleiner gemaakt. Ze snijdt echt heel goed hoor. Wauw, knap zeg. Lily, doe maar eerst het water in de grote bak in de kom. Dat dacht ik al, hè? Ja, al het water in de kom. Hey, yes, zit al het water erin? Ja. Dan pak je nu hier het zakje, doe die ook maar. Als je stopt zeg. Nou, doe me helemaal. Helemaal? Alles? Ja. Ja. Hij mag helemaal leeg. Met de appeltjes erin. Ja, gaat het lukken met de boter? Ja, dat gaat lukken. Oh. Ja, doe maar. Wil jij dat vasthouden? Moet ik het vasthouden? Ja, mesje tussen en dan schept het maar in. Ja, nog eentje. De laatste. En... hey. Ja. Ja, doe maar openmaken. Goed zo. Hey, ja, niet te schil. Ja. Oh, sorry. Ja.
Goed zo. Klein beetje. Ja, doe je bij die. Klaar om in de oven te gaan. Bakje leeg. Kleine bakjes gevuld. Wat komen jullie doen? De kleuren. Dit. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Wauw, Haley! Wat mooi, schat! Daar krijg je buik bij, dat is wel rauw ei, hè? Doe maar niet, schat, daar krijg je buik bij. Wat vind jij er eigenlijk van? Lekker. Dat zusje dat gewoon even heeft gedaan. Knap, hè? En helemaal zelf gesneden, hoor. Hé, hey, dikke duim voor Haley. Hebben we eindelijk iets lekkers gemaakt van jouw eigen appelboompje. Echt lekker. Echt lekker, hè, schat. En wij sluiten deze week af. Het is zondag. Het is bijna zondagavond en we gaan lekker eten. Wat we altijd gezellig vinden is een hapjesplankje maken. Dan gaan we meestal voorzitten bij de televisie. En dan hangen we lekker aan de kleine tafel. Een beetje dit en een beetje dat qua hapjes. En ik heb hem eigenlijk al gepakt. Pak ik altijd een hapjesplank. In dit geval een grote. Ik heb veel dingetjes, kleine dingetjes zeg maar. Die kun je dan lekker leuk bij elkaar doen. En ja, dus ik kijk altijd een beetje naar de favorieten van iedereen. En dan gaan we lekker voorzitten met een plankje en een bordje. En dan vullen we die gezellig en dan ploffen we op de bank neer. En dan gaan we lekker chillen. Dus ik ga beginnen met deze even aan de kant. Wat lekkere garnaaltjes heb ik gekocht. Oh, er hoort er eentje garnaaltjes, Haley. Dus die is helemaal gek van garnalen. En dan ga ik even de oven aanzetten voor de andere hapjes. Waarvoor? Voor morgen. Voor morgen. Wat is er morgen aan de hand? Groep 8 bakt. Heel groep 8 bakt. Heel groep 8 bakt. En jij zit in groep 8. Ja. En wat gebeurt er dan bij heel groep 8 bakt? Dan maakt groep 8 lekkernijtjes. En die kun je dan na school ergens kopen. Oké. Dus dan kunnen de andere leerlingen kunnen dan een lekkernijtje komen kopen. Oké, en dat is heel goed. Iedereen van groep 8 maakt dus iets lekkers. Ja. En dat mag samen, dat mag alleen. En
Wat heb jij voor gekozen? Voor knakworstbroodjes. Voor knakworstbroodjes. En dat doe je samen alleen? Ik doe het alleen. Je doet het alleen. Helemaal goed. Dus, en je gaat mini knakworstbroodjes maken? Ja. Er ligt al heel veel deeg uitgerold, of ja, uitgerold, om te ontdooien. Nou, je bent nu aan het snijden. Ik ben benieuwd, jongen. Vol aan de slag, hè? Ja. Nou, we zijn weer bij de volgende stap, hè? Ja. Kijk eens, een vakmanschap hier, jongens. Er zijn er al een paar. Kijk eens, die liggen al klaar op de plaat. Zo. Nou, laat maar zien. Kijk, dan komt het knakworstje. Klein beetje. Kijk eens, een druppeltje curry. En dan goed samen. Zo. Ja. Alsof je het vaker hebt gedaan, jongen. Nou, zet er 5 af van de 40. Het is nog even te gaan, hè? Mm-hmm. Ik zou zeggen, zet hem op. De oven is al vol aan het verwarmen. Hebben we een tussenstand? Ja. En die is? 20 zijn er nog gemaakt. De eerste 20. We zitten op de helft. Ja. We zijn af aan het tellen. Ik zie al, er zit al wat meer automatisch in. Hoppa, hoppa, hallo. Hallo. Hier, kijk eens even gaan. Kijk hem gewoon, kijk hem gewoon. Met een basketsloefjes aan. Nou, eerste plaatje gevuld. Die gaan we nog iets voller maken. Nou, op naar de oven. Yes. Ja. De eerste plaat. Gaat dat lukken erin? Kijk uit de plaat. De deksel is ook warm. Ja. Schuif maar erin. Helemaal goed. Okay. Dat is 1. Ja. Goed zo. En nu de boven. Deze? Ja. Ik was meekijken en het filmen tegelijk. Helemaal goed. Dan doe je hem dicht. En nu moet je wachten, want hij staat al eens al voorverwarmd. Goed gedaan, jongen. Hoeveel zijn het er? 40. Ja, wie ruimt de rotzooi op? Ja. We hebben het resultaat. 40 knakworstbroodjes helemaal klaar voor groep 8 bakt. Hij heeft dus helemaal zelf gedaan. Hij heeft zelf gebakken en Claudia en ik hadden het er net over. Want we hadden hem gevraagd met wie wil je het doen. En hij had eerst gezegd, ja, ik doe het met mama. Maar mama moest nog een paar dingen doen. Hij zegt, weet je wat, ik begin alvast met je. Maar eigenlijk, ja, dat kunnen die kinderen natuurlijk heel goed zelf. Je moet ze even een paar aanwijzingjes geven. En dan komt dat helemaal goed. Dus hij heeft het helemaal zelf gedaan. Hij ligt nu op bed, het ligt hier allemaal af te koelen. Doen we dadelijk lekker in een bakje. Kan die morgen meenemen en dan is het... JC heeft gebakken en waarschijnlijk gaan heel veel kindjes voor zoet en hij is voor hartig gegaan. Hij wilde knakworstbroodjes, dus waarschijnlijk omdat hij ze zelf gewoon heel lekker vindt. En mocht het er over zijn, dan zijn ze hier thuis ook goed besteed. En heb je al iets verkocht? Nee, nog niet. Zo. Helemaal zelf gemaakt door JC. Hè? Ja, het is weer zover. Het is woensdag en het is tijd om de week door midden te eten. En dit keer hebben we iets zeer culinairs uitgekozen, namelijk... Ja? Dat mag ik beantwoorden. We zitten bij de McDonald's. We moesten, mijn moeder gaat vandaag op vakantie. En die had een opstapplaats hier. Dus of we haar konden, natuurlijk daar konden afzetten, maar dat kon. Dus ze zei, weet je wat, dan gaan we ergens hier in de buurt eten. Maar er was hier niet iets in de buurt waar we iets konden halen. Tenminste, of moeten we helemaal de stad in. En dat redden we niet met de kindjes halen op school. Dus, nou weet je wat, dan gaan we even snel een salade bij de McDonald's eten. Ja. We hebben in ieder geval iets gegeten. En dan hebben we in ieder geval onze woensdag de week door midden gehad. Het is wel een soort van verantwoord. Weet je, het is geen hamburgerachtig iets. Maar laten we ook maar niet de calorieën tellen. Nee, lijkt me zo. Maar goed, ik ook. Ik heb ook een salade. Lekker kip. Heb jij veggie of heb jij kip? Veggie. Oh, heb ik dan wel de goeie? Want ik wil wel echt vlees, hè? Oh ja, dat staat hier op die doos. Oh, zo doen ze dat. Oh, en dat moet je er zelf op doen. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo gezond. Het is gewoon gefrituurde kip natuurlijk. Ik dacht gerookte kip. Maakt niet uit. We gaan ervan genieten. Hè? Bon appétit. Yes. Was die.
Hier hebben we net Remi's moeder afgezet. Die stoppen allemaal bussen. Dus een tussenstop. Die komen eigenlijk vanuit of maar Hezen of Roermond, waar wij vandaan komen. Ja, en we wilden eigenlijk dus een broodje gaan eten ergens in de buurt. Maar het duurde iets langer dan we hadden gepland. Dus werd het maar een Mac. Ach ja. We hebben salade. De insteek was gezond eten. Althans, niet McDonald's snackachtig. Het was lekker. We hebben weer genoten. We hebben weer de buikjes gevuld. En het was gezellig, toch? Wat ben je aan het doen, jonge dame? Ik wil opstaan. Oh, maar wat ben je aan het doen? Schaatsen. Wel schaatsen, hè? Kom maar eens even. Ze is nog druk aan het oefenen, jongens. Het is, we hebben net lekker gegeten. En ze wil al de hele tijd rolschaatsen. Ik zeg, nou, na het eten. Kijk, en daar heb je de zus. Die is aan het skileren. Ja. Ja, die kan heel goed skileren. Nog steeds aan het oefenen. Ja, en ik geef steeds wat tips. Van, zeg ik, Kelly. Oh! Ja, en die heeft eigenlijk nog nooit echt rolschaatsen. Vanochtend even 5 minuutjes met papa. Laat maar eens even zien. Ga maar naar die kant. Ga maar naar die kant. Rechts, links, rechts, links. Nee, die kant. Ja, die kant. Even wachten. Ja. Oh, ja, onze oprit loopt een klein beetje schuin af. Daarom hebben we daar de mat neergelegd, dat als het even niet lukt. Ja, alleen ze maken er een spelletje van. Ze blijven graag liggen. Ja, hè, meis? Ik wil weten hoe zacht het is. Oh ja, nou ga nu maar even... Op papier te staan. Ja. Oh, daar is ze. Daar komt ze aan, hoor. Daar komt ze aan. Rustig aan. Ze willen allemaal maar te snel rustig aan. Ja? Je doet dit dus gewoon helemaal zelf. Goed zo. Goed zo. En Jess ook, hè. Die kan het zo knap, hè. Ja, niet laten vallen. Probeer niet te vallen, juist. Ja, zie je wel. Hartstikke idee. En nou weer rustig terug. Hey. Van. Wat een gezelligheid. Heerlijk. Het is zondagochtend 8:08. En de belangrijkste vraag die, of het belangrijkste antwoord wat wij nu moeten geven op alle mensen die kijken en zich afvragen, wat doen jullie op zondag om 8:08? Megan, wat gaan we doen? Zwemmen. Mm-hmm. En wat gaan we doen met zwemmen? Sporten. We gaan zwemmen, we gaan trainen in het zwembad. En dat doen we. We doen een grid in het zwembad. En voor de mensen die ons vaak kijken, we hebben ook wel eens de trampoline grid voorbij laten komen. Dat we in die trampolinehal waren. Dat was met Jesslyn. Die mevrouw zwaait, maar die zwaait niet naar ons. Dat was met Jesslyn. En vandaag gaat Megan gaat mee. Want die is eigenlijk ben ik helemaal niet uitgenodigd. Ik heb mezelf uitgenodigd, maar Megan doet af en toe ook grit tegenwoordig, grit cardio. En
Dus een Grid is een high intensity interval training, eigenlijk een les die ik geef. Ook weer om voor de mensen die langer kijken, die weten dat. Zo niet bij deze. Het is een sportles die ik geef, een half uurtje high intensity interval training. En Megan is eigenlijk in de vakantie een paar keer met de cardio mee geweest. Vond het zo leuk dat ze eigenlijk nu al vaker die les volgt. En ze was uitgenodigd door de instructeurs om mee te doen met de zwembad grid. Dan heb je eigenlijk het water tot de knieën staan. En dan doe je een gridless cardio in het water. En dat is natuurlijk leuk en wat extra uitdagend. Dus, en ze was uitgenodigd. Ja, kom je ook meedoen? En zei Megan ja. Dus ja, toen was het meer van, oh oké, je gaat dus zondagochtend naar de sport. Ja, en moet er iemand mee? Ga je zelf? We kennen de mensen die het geven goed. Ja, ja, goed. Even voor de duidelijkheid. Mijn vader en zijn vriendin, die geven die les. Die organiseren dat soort leuke dingen ook. Ook de trampoline grid. Dat is eigenlijk altijd, doen zij die. Dat zijn onder andere al tradities. In het voorjaar wordt altijd de trampoline grid gedaan. Aan het eind van de zomer doen ze altijd de zwembad grid. En ze hebben... Strakjes hebben ze nog ergens een keer een grid challenge, waarin je allemaal uitdagingen moet doen, een fitheid wordt getest. Ze doen allemaal van die leuke dingen. Dus wij zijn nu onderweg naar het zwembad. En ja, nogmaals, Megan was dus uitgenodigd door mijn vader en de vriendin van mijn vader. En ja, daar heeft ze ja op gezegd. Dus wij zijn op zondagochtend onderweg naar het zwembad. Op zich, weet je, het is al 21 graden, het wordt vandaag een lekker zonnig dagje. Dus, dus geen verkeerd begin van de zondag. Gewoon lekker een frisse duik. Heel goed, Megan. Megan gaat van de glijbaan.
Is die goed? Ja. Goed. We zitten weer op de terugweg. We hebben het weer gehad. Hoe vond je het? Leuk. Ja? Wat vond je het leukste van de grid? Als we eerst over de les hebben, wat vond je het leukste van dat? Over als we dan steeds een bommetje moesten maken, dat vond ik heel erg leuk. Of als bijvoorbeeld, hoe noem je dat? Burpees moesten doen, want dan kwam ik helemaal onder water. Want bij mij is het maar iets dieper dan bij anderen. En dan moest ik gaan verplaatsen, maar dan ging de bel alweer, dus dan kon ik alweer teruglopen. Ja. Ja. En dan, maar je deed het wel heel goed hoor, moet ik zeggen. Ik vond wel, je deed goed je best en je ging er hard in. Nee, ik hoop het voor jou ook niet. En daarna hebben we nog even op de springplanken gelopen, hè? Uh-huh. En de hoge duikplank ben je ook even vanaf gesprongen. 6-dubbele salto. Ja. Dat vond je in het begin, dacht je, oh, dit is wel hoog, maar je hebt het wel gedaan, hè? Ja. En je oude gymjuffrouw, die deed ook mee, want die doet ook grid. Uh-huh. En die deed ook nog even mee. Dus die sprong nog even de springplank. En opa was er mee en Paolo was mee. Dus het was, ik moet zeggen, het was gezellig, hè? Uh-huh. Nog een glijbaantje gepakt. Golfslagbad. En nu op naar huis. En het is gewoon 20 over 11, 's ochtends. 26 graden. Ja, 26 graden al. En toen we hier naartoe gingen was het 21. Ja, het is nu alweer 5 graden warmer. En het mooie van alles is, dus we hebben nog een lekker dagje voor ons. We hebben al een frisse duik genomen. Kan niemand zeggen dat we vandaag nog niks hebben gedaan? Ja. Hè? Nou, dus op naar de rest van de dag was een geslaagde ochtend. En nu naar huis. Heerlijke zomerse avond, terwijl Jaycee eigenlijk naar bed moet, poft hij dat hij nog heel even mag spelen, want jij hebt een nieuw spel gekregen. Ja. Papa, heb je dat al gefilmd? Of nee. Nog niet? Nee. Het is een nieuw Disney spel van Ravensburger. Echt nieuw. Je moet zeg maar zelfs op YouTube gewoon zoeken naar spelregels. Ja, het wordt wel uitgelegd, er zijn best wel wat filmpjes van, maar het wordt niet echt super goed uitgelegd. En het zit van details, hele kleine detailverschillen. Maar wat het spel wel totaal anders kan maken. Dus, maar het is een super leuk spel. En als je eenmaal de basis is goed te doen. Hè? Ja. Maar je kan dan nieuwe levels kun je dan toevoegen. En dan wordt het spel nog leuker. Maar dan wordt het wel even een... Ik wil er even bij zeggen, jongens. Dit is niet Dixit waar we het wel eens over hebben. Het is weer een ander spel. Hoe heet het spel, Jaycee? Disney Locana. Locana, ja. Disney 2. Ik zou zeggen, zoek het heel even op YouTube op als je meer wil weten. Want ja, wanneer heb je deze gekregen, Jaycee? Deze week nog. Ja, wel deze week. Maar echt vanaf dat moment gingen die twee meteen spelen. Die zitten dagelijks te spelen. En ik denk ook omdat jullie natuurlijk nieuwsgierig zijn naar... Meer en meer. Omdat je steeds meer leert erover. Dus heel veel blijkbaar. Je moet dit heel veel spelen om het onder controle te krijgen. Zeg maar. Je moet dit heel veel blijven spelen. En je maakt eigenlijk een eigen deck. Hè. Ik speel al de hele tijd met dit deck kaarten. En Jaycee eigenlijk met dit deck. Dit is eigenlijk een beetje Jaycee's deck geworden. En dit is mijn deck. Dit is mijn deck geworden. En dan leer je jouw kaart ook kennen. Dus dan weet je al, wacht, die kan ik nu inzetten. Of die ga ik nu spelen. Of... dat soort dingetjes. Hè. Kijk, ik weet, deze doe ik altijd. Want als ik die doe, dan kan ik namelijk vanuit hier een extra inkaart inzetten. Nou, dus ja, dus je moet echt ook gewend. En dat zeggen ze ook dadelijk. Uiteindelijk moet je echt een deck van 60 kaarten helemaal zelf samenstellen. Maar je kan ook meer kaarten hebben. Maar die moet je kopen. Ja, die moet je aanvullen. Je krijgt een heel goed starterset. Het is eigenlijk hetzelfde als Pokémon. Ja. En voor de wat oudere kijker, mijn leeftijd. Toen had je Magic the Gathering. Dat was ook een kaartspel. En dit is eigenlijk hetzelfde als Magic the Gathering. En je moet dus booster packs gaan kopen dadelijk. Want daar zitten de echte kaarten in inderdaad. En nogmaals, het is echt een heel leuk, tof spel. Maar je moet gewoon eigen worden met de kaarten. Je kan dit spel niet, als je die tegen een ander speelt, kaarten kwijtraken. Hè? Nee. Het blijft altijd in één spel. Ja. Dus niet net als Pokémon dat jij met de kaarten van een ander vandoor gaat. Niet als knikkeren als je knikkert dat je knikkert als je verliest. Oké. Ja goed, ik zou zeggen, zoek het even op YouTube. Want ja, dit is YouTube. Is alleen, dit is nog niet helemaal... Het wordt niet echt goed uit. Nee, en het is allemaal Engels. Zo goed als. Want ja, daar begint het natuurlijk, dit hele gebeuren. Ja, leuk. Ja, iedere dag spelen ze. Gisteren was het zelfs zo erg. Ik was bezig aan tafel.
Ik denk, waar zijn die mannen nou? Zaten ze boven op Heli's kamer? Hadden ze haar tafeltje leeggeruimd? Gingen ze daar zitten? Ik zal een foto toevoegen. Dan zie je dit. Kijk, ze passen niet eens aan tafel daar. Maar het spel moest gespeeld worden. En ik was nog bezig met wat eten hier. Oh, echt. Maar leuk. Leuk dat jullie iets hebben gevonden samen. Wat echt iets voor jullie samen leuk is. Misschien vinden wij het ook leuk. Maar dit is sowieso nu even jullie dingetje, hè? Ja. En het is handig als we echt weten hoe we het spel moet spelen. Dan kunnen we ook veel makkelijker uitleggen. En dan naar de andere kids wat meer Jippie-Janneke taal, denk ik. Ja. Ja. Nou, veel plezier nog, jongens. Thuis dingen doen die niet zo spectaculair zijn. Dankjewel voor het kijken. Vond je deze video leuk? Dan duimpje je omhoog. En je komt te abonneren. Want als je al niet bent, dan krijg je een lamp. Als je er weer een lamp hebt. Meestal kun je het niet voor ons gemaakt. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.